Hallo Kunstkings Kings en welkom op mijn kanaal. Rol je rode vingers naar de like en subscribe button en vergeet het belletje niet mee te nemen om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Ik heb een afspraak en ik ga jullie er straks meer over vertellen. Ik ga naar de rechtbank, dan hoef ik het woord niet te zeggen in de trein. Voordat mensen me gek aankijken van wow, wat gaat ze in de rechtbank doen? Heeft ze een strafbare feit gepleegd ofzo? Nee, I didn't. Nou, ik vertel het maar gewoon. Ik ga naar de rechtbank voor, hoe heet het? Voor bewindvoering. Zo, ik denk dat ik nu klaar ben. Oh god, het is zo altijd met... Als je moeder bent, is dat zo taai, hè? Je zit echt in je hoofd. Flesje mee, water mee, melk mee, jas, tas. Beker. Je hebt appel, drinken. Je hebt geen appel, je hebt alleen brood. Wil je nog een appel? Nee. Nee? Tuurlijk, doe maar niet gezond. Oké, ik denk dat ik van alles heb. Ik ga nu, we hebben drie tassen. Kijk, baby heeft zijn eigen tas. Jij hebt je eigen tas. En ik heb mijn eigen tas. Dus we zijn echt lekker bezig. Baby die ligt hier. Ja, Phil is hier. Oh, en ik heb de telefoon van mijn zusje overgenomen. Finally, want mijn telefoon die was echt gewoon aan vervanging toe. En you know, I ain't got money. Echt de laatste tijden realiseer ik me... Die heb ik gekregen van haar. De laatste tijd krijg ik echt in mijn face gedrukt van your scare, your scare, your scare. En het is fucking taai, want ik ben iemand die me zodanig aanpast dat het lijkt alsof ik niet meer scare ben. Maar dat ben ik dus wel, duidelijk. Deze is bijna vol. Ik kan er echt niet tegen als een telefoon niet vol is. Stressverwekkend. Straks op, maar... Vlak die vuilnisbelt daar. De vuilnisbak is gewoon al 3 dagen of zo niet geleegd. Shiny lips, oh my god. Ik heb dit bandje weer in van Wow Products. Jullie kennen het al. Ik ben met Rufjeli obviously, want ik heb 2 kinderen en mijn zoontje. En het regent, dus ik ga die kap er ook weer lekker opzetten zo. En dan gaan we lopen naar de stad, want we moeten er naar... En mijn kop wordt nat. Oh, je hebt baby's het nijntje niet meegenomen, stouterd. Ik wist al dat je me zou flesje. Ik had haar gevraagd om baby's een nijntje mee te nemen, want het maakt geluid. Ja, kan gebeuren. Het is niet erg. Loop jij wel aan de zijkant hier op de stoep? Ja, basically wat ik ga doen is dus akkoord gaan met de bewindvoering en vertellen waarom ik die nodig heb. Als het goed is. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb er niet echt zin in. Nou, ik zit er ook, kijk er niet tegenop hoor, dat niet gelukkig, want dan zou ik ook wel wat minder vrolijk zijn. Maar meer gewoon van, wat ga ik hier doen, like, jullie kunnen toch zien dat ik gewoon schulden heb en die vrouw die me aangemeld heeft, die heeft toch genoeg informatie gegeven. Maar misschien is het van, dat je niet onder druk bent gezet ofzo, ja? Weet je nog dat we andere keer ook nog naar de trein gingen? Ja, we zijn vaak genoeg met de trein geweest, hè? Ja. Ja. Goed ja, het regent, dus ik ga denk ik mijn camera even wegdoen. En alles wordt nat. Alles wordt nat. En hij komt ook. Ja. Dat maakt niet uit. Oké. Okay. Nou, ik ga jullie straks even. Dan is het regent weg. En dan is het licht. En dan is mijn poppy. Dus Chicky denkt altijd het is auto. Je loopt net 2 centimeter naast waar je moet lopen. Goed zo, daar moet je zijn. Ja, nee, we hebben alles gezegd wat we moesten zeggen. Ik zie jullie later. Hoi, we zijn op het station. Ik ga popje meenemen. Genomen. Laat zien dan. Ah, mijn rug, man. Kijk dan, popje. Heeft popje eigenlijk een naam? Zeg ja. Huh? Ja. Hoe heet ze dan? Sarah. Oh, popje Sarah. Ja, we zijn op het station. Oh mijn god, van beneden zie ik er nog erger uit als in het echt. Ik heb een babypopje mee. Ja. Het duurt nog 9 minuten voor de trein komt. En dan moeten we ongeveer een half uurtje in de trein zitten. Hoe is het? Dat groen is nat. Ja, maar het dakje niet is wel, ja. En het dakje denk ik ook. Een beetje moe, maar mijn ogen zijn echt... Ik ging ook echt na 12 uur slapen, terwijl ik echt altijd... Rond 10 moet slapen, wil ik uitgerust zijn. Maar op zich ben ik wel oké. Alleen dat. Ik heb het gevoel dat het zo door je neus zo.
bij je hoofd, zo een soortige hoofdpijn, maar dan gewoon heel licht. En oh, de trein is er al, maar hij gaat alleen nog niet, maar we gaan er wel in. Ja, we zitten in de trein en we zitten dus echt letterlijk zo voor dat ding. Dus mensen kunnen er echt voor een kleine gedeelte langs, hoop ik. Ja. Mensen, ik ben er ook, hè. Ja, ja, dat wisten ze al. Je ziet er ook moe uit, jij. Je ziet er ook een beetje moe uit. Het komen nu al gelopen. Dat het gelopen. Oké. Ik heb honger, man. Ik moet even balen, want ik heb geen eten voor mezelf meegenomen. En we zitten er nog wel eventjes. Ja, ik heb 10:30 een afspraak. En het is 9:50, by the way. En het is nu 8:30. Zo. En ik heb begrepen dat er ook een kans is dat je ook nog eens moet wachten. En dat het uitloopt. Maar ik ga gewoon zo kort mogelijk praten. Ik heb er geen zin om vele gesprekken te voeren. Mama! Ik heb hem uit de wagen gehaald. Nou, mijn spullen liggen overal. Of course. Dit haar had ik beter in de knopje kunnen doen. De Phil is op de tablet en eet lekker een broodje salami. En zo houden we alles terug bezet. Hey, liefie. Liefie, piefie, mama. Ben je moe? Zit je lekker? Wil je een kusje? Wil je knuffel? No, you're good. Kijk lekker rond. Je bent nog nooit in een trein geweest dat je echt goed kon kijken, hè? Dit is zijn eerste treinrit waar hij echt zijn ogen goed kan bewegen om te kijken. Het is best wel schattig. Dat is best wel schattig. Hij zit ook echt rond te kijken gewoon. Ik denk, waar ben ik? Wat is dit? Wat zijn die geluiden? Ja. Nou, ik ga... Doei. Dat is de deur open. We zitten in de lift van Alkmaar station. Uitgang. Achter u, je reed. En dan gaan we deze kant op. Dat is leuk. Ja. Ik ga naar daar. Oké. Het is wel echt tyfus koud, hè, mensen. Het is niet normaal dit. Kijk, mensen rennen daar. Oh ja, yeah, we zijn zo sportief. Oh ja. Yeah. Deze station is echt mooi geworden trouwens, of dit station, hoe je het ook zegt. Die lampjes zijn ook echt leuk. Prachtig. Kijk, je kaartje. Mijn kaartje. En wij gaan natuurlijk bij de brede doorgang. Je kan ook gewoon die... Oh, er gaat alleen maar één deur open, serieus? Hallo, hi. Ja, ik dacht dat die stuk was. Ik denk. Ja, dan trap je erbij, maar dan nog. Ja. Dan maak je niet even handig. Moet je een beetje een deur. Gaan we met de lift? Mag ik weer terug? Ja. Echt heel erg shaking my head. Ik wilde er nog op ingaan, maar ik dacht, weet je wat? Laat me mijn kracht besparen en de moeite. Want wat ik ook ga zeggen, they don't fucking care. Ze willen gewoon hun zin door een paar 800 euro's voor de deur, hoor. Nou, dat vinden jullie ook wel weer terug. Dus zak mijn balls, wil je? Jij moet niet, jij moet niet. Malote. Ja, dus we zijn nu op Alkmaar station. We zijn, even kijken hoe laat het is. Het is nu 17:00. Dat is mooi, want ik heb een beetje langzaam gedaan. En 17:00 zou ik eigenlijk aankomen bij de rechtbank. Kijk dan, het is 3 graden. Dat staat daarboven. Hier. 3 graden en 17:00. We gaan nu... Jij hebt het koud, hè? Ja, mijn handen zijn alleen koud. Maar ik moet handschoenen mee. Oh jee, het regent. Ik heb een zonneschut. Nee, je hebt geen handschoenen mee, jij, hè? Ik eigenlijk... Wel, van mezelf. Die zaten nog in mijn jas. Daarom zeg ik altijd, als je je handschoenen in je jas laat, dan heb je altijd je handschoenen bij je. Maar je luistert niet. Mama, maar... ik heb geen handschoenen hier. Dit is mijn nieuwe jas.
Ja, maar je hebt ook niet in je oude jas volgens mij. Maar ja, schat, we kunnen er nu niks meer aan doen. Dus let it go, let it go. Ja, precies. We zijn weer in de lift op Alkmaar Station. Mijn band ziet er veel lelijker uit. Woehoe. Het is zo. Het is cold, man. Het is freaking cold. We gaan naar Primark. Want Primark is een gezellige winkel. Ik heb draakadem. Ja. Zo, iemand weet nog niet dat Primark best wel ver is. Maar ja, moet ik nog niet vertellen. Voor wie het zich afvraagt, hij is lekker aan het putten. Ja. Oké, pieps. Ik heb nog nooit zo'n tasje van de Primark gehad. Dat zijn die kleine tasjes. Ik heb letterlijk één broek, één trui shirt geval. En ik had een hele leuke trui voor baby. Voor jongetjes. Met kerstdingen. Dus die vond ik wel leuk. Die heb ik ook meegenomen. En een screen protector. Want hier. Want je laat alles liggen. Je weet zelf niet eens wat je ermee doet. Gezeik. Nog even oversteken. Ja, dus zoals ik zei, ik had de telefoon van mijn zusje overgenomen. Maar zij heeft zeg maar haar. Ze heeft een screen protector. Lopen! Ze heeft een screen protector. Alleen die. Die screen protector heeft dus krassen erop. En alsof het. Je weet toch alsof die beeldscherm kapot is. En dat voel je dan zeg maar als je het aanraakt. Dus ik dacht, ja. Als dit toch 3 euro hier is. I'm gonna take it. En nu ga ik naar de. McDonald's. Zou ik hier niet, hè? Jezus. Ja. Nummer 55. En ik ga even de app openen. Om naar de Mackie app te gaan. Zodat ik een frietje kan krijgen voor 1 euro, jongen. Ja, hè? Zometeen. En ik hoorde ook dat ze een kerstsok hebben. Daar moet je ook in de app iets voor doen. Dus ik ga die ook even zoeken, want dat vind ik wel leuk. Ik wel. Ik heb nu natuurlijk mijn simkaart in deze telefoon gedaan, dus het is een beetje onhandig. Kerstsok! Ik wil geen kerstsok, ik wil alleen mijn speelgoed en dat. En nu wat? Huh. Je krijgt geen speelgoed, want je hebt al speelgoed gekregen, toch? Dat was toch de afspraak? Ja. Wacht. Kijk, frietje voor 1 euro. Het sokje is helemaal gratis. Douche. Nou mensen, we zijn in het bos hier. Handroef jullie. Hé, waar ben je nou? Jij bent altijd aan het verstoppen, jij, hè? Jongen, jongen, baby drinkt zijn flesje. En wij zijn dus in het bos. Want die weg daarnaast, die is gewoon afgesloten. En ik dacht, kijk hier, kijk daar. Makkelijke wegen nemen. Crisscross dingen. Plataan. Als iemand weet wat dat betekent, let me know. En ja. Je blijft zeggen, we moeten nog steeds. Jullie moeten nog steeds blijven lopen en dan links bij de brug nog steeds op. Ja, ik hoop dat we de trein halen. Want ik probeer dus de trein van 50 te halen. Want hier is het echt krekje. Die trein gaat volgens mij 50 en 20. Dus dat is een whole half uur. Dus ja. Ik hoop dat het maar goed komt, want ik wil niet lang wachten in de kou. Je weet zelf, zonder baraal kan ik daar doorheen? Ik snap helemaal niks. Nou, doei. Ja. En we zitten weer in de lift. Ik wou even zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heftig dat de bewindvoering ding. Hier, je kaartje. Altijd weer forceren, hè, de chickie. Ik denk dat de wereld om haar draait. Oh ja? Want, ja, ik weet niet. Ik ga het jullie straks vertellen wel. Als ik thuis ben. Ja, en wat zei je daarna? Ha! Bij de handje? Hallo.
We gaan naar beneden. Oké. Yeah. Where is my phone? Oh ja, hier. Deze jas, zijn zakken zitten echt raar. En ook ver naar achteren. En het is natuurlijk vet een dikke jas. Als iemand uit je zak iets pakt, heb je het gewoon totaal niet door. Dus ik ben altijd bang dat ik het dingen kwijtraak. Ik ben mijn bankpas al kwijt volgens mij. Bankpas. Mam, we hebben een andere zak. Waar komt die? Ik ben jas zat. Hey, niet aan de kant van de rails lopen. Ga aan deze kant, jij. Hey! Deze kant lopen. Mama, ja. Als jij daar valt, ja. Dan gaat het klein loopje aan mij doen. Vind je dat leuk? Nee, en dan mij komt onze trein aan deze kant. Dan ben ik alleen met baby. Ja. Oké, en dan? Wat ga je dan doen? Dan weet ik niet welke trein ik moet doen. Ja, maar als je wel weet welke trein je moet doen, en dan wat? Waar ga je dan heen? Ik ga weer naar huis. Ga je dan gewoon thuis slapen of zo? Ja. Spelen? Ja. En dan lig ik op de treinspoor? Ja. Heftig. Ik zal het onthouden. Als jij op de treinspoor ligt, dan ga ik gewoon naar huis, ja? Dat is toch wat jij zegt over mij? Jij zou toch ook naar huis gaan, zeg je? Zou je me echt laten liggen? En dan ga je met baby weg? Oké, okay, nou, dan weet ik dat. Als jij op de treinspoor valt, dan moet ik gewoon de kinderwagen pakken en weggaan. Toch? Waarom? Maar waarom moet ik jou wel helpen, maar wil jij mij niet helpen dan? Wat? Misschien ga ik dan een keer dan jou ook helpen. Oh, goed idee. Als je klein bijna komt. Oké. Dat is wel een beetje lief, hè? Bedankt hoor. Troela, echt een troela. En de trein is er, prachtig, mooi, mashallah. Kijk maar. Wat zeg je? Katklok. Katklok, spoor je katklok? Kijk eens goed, mensen. Vinden jullie het wel? Meh. Doe dan meh. Meh. Ik kan het niet. Jawel. Lion doet... Nee, niet zo. Oké. Okay. Oh ja, yeah, oké. Okay. Kijk mensen, een reuze kerstboom. Wow. Never seen before. Hè? Ik ga winnen. Oh, ik ben weer gecrashed. Oké, wie het eerst thuis is. Wow. Ja, ik ga winnen. Oh. Go away. Je kunt makkelijk niet meer. Move, dit is vals spel, joh. Oh my god. Oh my god. Ik heb gewoon hoofdpijn van de kou. En ik moet helemaal niet plassen, hoor. Zij moest heel nodig plassen. Dus ik zei, ik ben thuis. Dus ik zeg, wie het eerst thuis is, die mag eerst plassen. Ze
ze zijn gewoon opschiet, want ze is gewoon fucking langzaam. Oeh, als dit over 10 jaar hoort, is dat wel grappig. Wacht maar, want zometeen ga ik heel hard rennen en dan ben ik toch eerst. Ik moet gewoon totaal niet plassen. Maar dit schiet wel op, maar nu ben ik zelf moe. Jezus, hoofdpijn, kennen jullie dat? Krijgen jullie ook altijd hoofdpijn van als je... koud. Wanneer het zo koud is. Is gewoon niet normaal, jongen. Zometeen wordt het ook nog eens min graden. Besef dit even. Ik vind dit al koud genoeg. Waar ga je heen? Blijf op de stoep. Jesus. Nou, ze is er hoor. Thank God. Oké, ik zie jullie later als we thuis zijn. Oh, ze hebben de vuilnis gelegd, hè? Hey, al. Wow, helemaal. Ik ben wel zijn thuis. En dat kan je al zien. Ik ben gewoon... I was so tired. I fell asleep. Dus ik ging zo liggen. Het was freezing cold. Maar je weet toch, je benen gewoon... Deze gedeelte van de spijkerbroek was gewoon... bevroren. En ik dacht dan, oh mijn god. Wat interessant flesje gaat vallen, denk ik. Dus ik dacht van... ik trek deze koude vriezing broek uit, die mijn benen alleen maar extra koud maken. En ik ga eventjes onder de deken liggen, zodat mijn lichaam warm wordt. Want ik had echt gewoon zo koud. Ik had het echt zo koud. Ja, uiteindelijk ben ik dus in slaap gevallen. Ik weet niet, ik wou wat tegen jullie zeggen, of niet? Wat jou voor die bevindt is zo, man. Ik zeg eerlijk, nu ik zo geslapen heb, heb ik al helemaal geen zin meer om over daarover te hebben. Maar voor een kort dan, ja, het is wel echt heftig. De rechter die gaf dan zeg maar aan van, ja, ik zeg het altijd heel straight, zodat je gewoon weet waar je aan toe bent. Omdat het is eigenlijk ook wel heel, heel straight streng, zeg maar. En ik schroef even mijn camera ding van een statief op. En ja, dat het eigenlijk gewoon heel streng is en dat je niet zomaar onderuit kan. En zeg maar, al zijn je schulden allemaal betaald en ze hebben het gevoel van, bijvoorbeeld jij kan nog niet met je geld omgaan. Dan is het gewoon, is er gewoon een mogelijkheid dat jij dan zeg maar de aanvraag doet en dat de bewindvoering dan daarop gewoon nee antwoordt. En dan... Dan gaat het dus niet soepel. En uiteindelijk moet je dan weer voor de rechter komen. En dan gaat de rechter dus beslissen of je wel of niet over je geldzaken kan bepalen. En wat ze ook zei is, nou gewoon heel straightforward. Ja, ik weet eigenlijk, ik had mijn zusje ook verteld en ik zeg elke keer Engelse woorden. Maar ze hebben geen Engelse woorden gebruikt. Maar ik vind het makkelijker om het zo te zeggen. Ja, ze zijn gewoon basically. Ze zijn gewoon dat. Het is eigenlijk heel simpel gezegd. Zij bepaalt op jouw geld. En niet jij meer. En als jij bijvoorbeeld iets extra zou willen. En zij zegt nee, want we moeten nog de schulden betalen en dat soort dingen. Dan is het gewoon zo. En dan heb je eigenlijk gewoon pech. Dat zei ze dan ook gewoon zo. Dan heb je gewoon pech. Dus. Dat weet ik natuurlijk al en dat vind ik echt vreselijk. Ik vind het echt erg, maar ja, ik heb geen keus, zeg maar. Want ik heb die bewindvoering nodig om überhaupt een huis te krijgen hier. Ik dacht dat we één keer wel samen een taart kon bakken. Voor onszelf. En voor iedereen een stukje. Ja, als we onze huis hebben, kunnen we taart bakken thuis. Okay. Nu niet echt. We hebben geen oven en niks. Maar ja, laten we dit gewoon vooral skippen, want dit is alweer een lang gesprek. Ik ga jullie eventjes laten zien, want ik moet sowieso eventjes deze broek passen. Ik heb dus voor het eerst een maat 40 broek gekocht. En I don't know if I have to be ashamed of dat ik trots moet zijn. Ik weet het echt niet, maar deze broek is dus een maat 40. Het is eigenlijk een hele simpele broek. Oké, hoi. Nou. Ja, het is een hele simpele broek. Hij kostte 13 euro. Ik ging ook echt voor een goedkope broek, omdat ja, mijn budget, hè.
Ik weet niet of ik het gezegd had, maar ik had eigenlijk echt gewoon geen geld. Ik heb 19 euro op mijn rekening. En wat geld wat ik bewaard had. En daar heb ik nu 50 euro van genomen. Wacht even. Ja, ik heb zeg mijn geld aan de zijkant gezet. Nou ja, eigenlijk niet eens voor mij hoor. Maar jawel, deze maand wel. Deze maand had ik 50 euro gepint. Heb ik het even in een potje gezet. En die heb ik nu gewoon gebruikt. En ik weet dat jullie denken waarschijnlijk, oh mijn god, dat is zo onverantwoordelijk. Ik moet dan clear ervan gaan kopen. Maar ik wil er gewoon fatsoenlijk uitzien. Ik word gewoon een beetje gek van die joggersbroeken. Ik wil het gewoon eigenlijk niet meer aan. Nou ja, we gaan deze broek aantrekken. Ik ben zo benieuwd. Mama, ik heb gewoon maat 40. Ik heb zo nodig gehoord. Vlak dit. What is this? What is this? Oh mijn god, alleen dat al zegt genoeg over de status van mijn volheid. Oh mijn god, maar het past wel hoor, kijk. Ik zeg mijn buik niet aan, maar mijn buik is gewoon zo hoor trouwens. Dit is mijn buik. Is dat niet normaal? Mijn buik is even dik als mijn billen. Oké. Okay. En het is dus een high-waisted jeans. Ik weet echt niet hoe jullie dit nu zien. Maar eerlijk, ik laat het wel zien. Maar basically weet ik zeker dat er heel veel meiden van ons onze high-waisted pants ook zo dragen. En dat het eigenlijk gewoon zo is. Zoals het is. Maar wij allemaal willen doen alsof het allemaal strakjes is. En ik wilde dat het strakjes is. Maar het is helaas niet zo. Oké, these are the pants. Ik weet het zelf eigenlijk, ik zie het zelf niet zo goed. Oh wacht, volgens mij lijkt het nu zo. Echt alsof ik een dikke ass heb. Dat zou wel mooi zijn. Hey. Oeh yeah. Ja, nou dit is het. En ja, basically zou het leuk zijn om zoiets te doen, denk ik. Ik heb gewoon een spiegel hiernaast, maar it's pointed the other way, other direction, dus draai die eventjes om. Ja, ik vind dit wel leuk. Gewoon lekker simpel. En dit is mijn effortlessly looking okay. Oh mijn god. Ik heb gewoon een maat 40 broek aan. En het past gewoon. Dit is echt belachelijk. Sorry, ik kijk nu even in de spiegel hoor. Dit is echt belachelijk. Ik zweer, mijn buik moet echt plat worden. Dan ziet het er mooi uit, maar anders. No man. Oké, zoals jullie weten draag ik al een tijdje geen BH, dus you know. Ik draag gewoon onderhemdjes om mijn borsten niet all the way te laten komen. Oh, hier dus. En dan heb ik hier een zwarte shirt. Ik weet ook niet waarom ik zwart heb gekozen, want ze hadden ze ook in de... Oh ja, het was de maten. Ze waren allemaal in de afprijzen. Ik heb ook echt gewoon basically overal gezocht naar korting dingen met kortingprijzen. En deze was dus 5 euro. Kijk. Hij kostte eerst 10 en nu is hij 5. Maar dat lag echt aan de maten ook. Want volgens mij waren dat de enigste maten die nog over waren. En er zaten heel veel L en XL. Nee, miskoop. Er zaten heel veel L en XL tussen. Maar het was wel sowieso de bedoeling om het zo te doen. Dus op zich is het niet per se een miskoop. Maar ik had hem wel langer verwacht. Ja, nee, ik vind het eigenlijk niet zo mooi. Ik vind het echt lelijk. Mijn god. This is so ugly. Why did I do this? Weet je hoe lang ik heb gedaan? Dat ik deze gekozen heb. Het is niet normaal. Ik had ook truien kunnen kiezen. Ik denk, ik wil gewoon een trui. Skip dit. En ik heb deze nog voor baby. So cute. All I want for Christmas is snowballs. Deze vind ik wel heel leuk. En dan heb ik hier nog deze screen protector. Die ga ik er straks even opplakken. En dan heb je hier de Christmas socks van McDonald's. Dat vind ik ook wel leuk. It feels better.
Toevallig mijn favorite broods. Bikke mekka, bikke bikke mekka, bikke bikke mekka mekka. Ja, helemaal cool. Dus het heeft geen warme binnenkant helaas. Maar het is wel leuk. Nou, dat was het alweer jongens. Ja, ik ga gelijk de vlog afsluiten, want ik ga verder niks meer doen. Oké, iemand moest even huilen. Boe! Hi, Kaleri, papi, mama, baby, princess. Hallo, Kaleri, mama, baby, princess. Hi, mama, baby, princess. Baby, je moet sterk groot, hè? Je moet groot, hè? Je moet groot. Knuffel, baby. On a daily. Hier, mama. Ja, oké. Mam, baby, je auto is ook eens weg. Ja, ligt op mijn bed, ik zag het al. Ja, dus dat is het eigenlijk een beetje. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als dat zo is, vergeet je duimpjes te mogen doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet het belletje niet mee te nemen om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Zou ik heel leuk vinden. Misschien jij ook. Ik denk het wel. Want vanaf nu is only getting better. You know, I'm doing my best. I'm doing lit. Ik post op woensdag, vrijdag en zondag. En de eerstvolgende datum die erbij komt wordt een maandag. Maar, oh ja, laat me dat gelijk ook. De vlog wordt een beetje langzaam bij deze gelul van mij. Getak-tak van mij. Kijk, ik had een intro gemaakt voor iedereen die mij overal volgt. En you know, which I love more and more and more. Ik had iets gepost met dat ik een intro aan het maken was. En dat ik beelden ook had van de natuur en dat soort dingen. Ik ga dat project gewoon of gewoon skippen of verder naar voren schuiven. Ik had eigenlijk twee projecten wat een beetje op elkaar lijkt, maar dan toch weer niet. Omdat in praktijk het anders in de werking ging. Die ik dus nu wel ga doen. Laten we het alleen daarover hebben, want aan die andere hebben we toch niks als ik het nog niet ga uploaden. Ik vertel jullie daar later over als ik gewoon daar klaar voor ben. Maar wat ik dus nu ga doen is echt meer in-depth. Ik ga meer praten over een bepaalde topic en echt vertellen en echt, weet je. Zo, ja. Ik ga het hierbij laten. Het is nu spannend genoeg, denk ik. Blijf op de hoogte. Ik weet eigenlijk nog niet zeker hoe mijn schema nu eruit ziet. Het zou kunnen dat die al opgelood wordt. Ik weet het nog niet. En ik ben heel erg aan het schommelen, aan het kijken hoe ik het ga doen. Want ik upload natuurlijk 3 keer op een dag. Die ene video had iets te maken met een Monday. En het heet een Monday Thoughts. Dus dat kwam sowieso op een maandag. Dus dat zou een extra video zijn naast de 3 video's die ik al upload. Dus dat zal ik 4 keer in de week uploaden. En als jullie op een van die andere dagen een video krijgen, vaak op dinsdag gebeurt dat, dan is dat gewoon een extra video. Dat staat niet in de planning en dat hoef je niet te verwachten. Want dat hoef ik niet te doen. Alleen de 3 dagen zijn echt strikt. Daar doe ik echt mijn best voor. Verder nog, ja, my ideas are, oké, ik wil 1 dag iets met muziek doen, ik wil 1 dag een vlog uploaden en ik wil 1 dag dus dit doen wat ik dus net verteld had. En dat, ja, dat zijn de 3 dingen wat ik voor ogen zie, hoe ik het zou moeten doen, maar het is nog even een beetje zoeken en kijken, dus ja. Laat mij weten wat jullie ervan denken. Misschien tegen de tijd dat ik dit opgeloot heb ik al een idee. Maar laat mij weten. Ik doe mijn best. En als je topics hebt waar ik over moet praten, let me know. En ik heb dus ook een challenge. Over muziek. Dus je kan ook een topic geven over waar ik over moet rappen of zingen. En dan maak ik zo snel mogelijk een tekst en dan load ik die op. Ik denk dat dat ook wel weer een beetje een extra video wordt. Omdat ik dat impulsief doe gelijk opnemen als ik de tekst af heb. Dus ja, ik zie jullie snel weer in een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Much love.